Van harte welkom bij de theateragenda van deze week. De theateragenda is van de samenwerkende Oost-Gelderse theaters. En vandaag van een van de theaters is de Grootpoort in Doetinchem. En daar hebben we Eefje Ernst van de Grootpoort. Jij bent medewerker. En je doet van alles en nog wat binnen de Grootpoort op dit moment. Maar je hebt vandaag in dit programma, en ook welkom nogmaals, heb jij twee programma's meegenomen. Eentje daarvan is Nachtgasten. Ja. Vertel eens even, wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, Nachtgasten is een improvisatiegezelschap uit Amsterdam. Ja. En die komt bij ons in februari optreden. Ja, dat is eigenlijk een gezelschap wat gewoon van alles weet over het improvisatietheater. Geweldig. En zich dus ook echt onderscheiden van andere improvisatietheaters. Maar improvisatie is een breed begrip. Zeker een breed begrip. Wat kunnen nou mensen dan exact verwachten? Kan iedereen zomaar meedoen of zo? Nee, of nee, wat? Dat niet. Dat nee. Niet. Dus wat Nachtgasten is toegankelijk voor iedereen, dus iedereen kan er naartoe. Ja. En het leuke aan Nachtgasten is dat het een groep is waarbij ze gastacteurs hebben. En die gastacteurs die treden 2 uur lang volledig improviserend op. Dus die weten helemaal niks. Die krijgen een opdracht van de regisseur of zo? En... Ja, ze krijgen een opdracht van Nachtgasten zelf. En dat ziet het publiek ook. Ze krijgen allemaal een geheim en ze krijgen een mobiele telefoon. En ze krijgen dan 2 uur de tijd om samen met die groep een voorstelling te maken waarvan het publiek het kan bekijken. En het publiek heeft hier ook nog inspraak op het feit wat er dus gespeeld gaat worden of dat ook niet? Nee, dat helaas niet. Nee. Maar er is dat wel gebeurt een... wel eens, hè? Ja, toch? Dat gebeurt wel eens, ja. Ja. Maar dat is hier niet het geval? Nee, is hier niet het geval. Nee. Maar dat betekent dat je... En wat voor topacteurs hebben we daar dan bij? Nou, dan heb je het onder andere over Tycho Gerdinand die meedoet. Katja Schuurman, Kees Boot. Allerlei we mensen. We hebben het wel over mensen die even wat komen laten zien. Zeker weten. En dat is natuurlijk voor hun een enorme verrassing van wat ze moeten doen. En ik heb ook echt gehoord uit van Nachtgasten zelf dat het ook een voor de gastacteurs ontzettend eng is om te doen. En dat ze ook echt in de rij staan om mee te doen. Dus ze hebben ook echt een naam opgebouwd om dit te laten zien. Ja. We gaan even kijken naar een stukje. Okay? Leuk. Ja. Goed. Nou, het is natuurlijk duidelijk wat we nu gezien hebben in het stukje film is dat wat er eigenlijk precies gaat gebeuren. Zeker, ja. Maar ik ben toch nog wel even benieuwd. Grootpoort, Doetinchem, doet dit. Toch verrassend dat jullie ook bekende mensen in het theater halen. Dat is toch ook wel geweldig eigenlijk. Ja, zeker. Maar het publiek heeft dus geen enkele invloed. Want jij speelt zelf bijvoorbeeld niet mee. Nee, ik speel zelf niet mee. Had je wel gewild natuurlijk. Ja, dat is ontzettend leuk. Ja, maar, nou, wie weet, misschien dat nu nog het oproepen. Zeker. Nee, het publiek speelt niet mee. Ja. Maar het publiek weet wel alle geheimen. Omdat ze alle rollen zien van de mensen. En ze zien ook alle aanwijzingen die ze krijgen via de mobiele telefoon. Okay. Er is een heel groot scherm wat er in het beeld gebracht. Mm-hmm. Dus elke keer wanneer de regisseurs hebben invloed op wat er gebeurt op de vloer. Dus als hun denken, nou, er moet iets gaan veranderen. Okay. Dan sturen ze een sms'je naar de acteurs. En die zien wij dan in beeld. Dus het publiek weet alles. En de acteurs weten alleen maar hun eigen aanwijzingen en hun eigen geheim. En dat maakt het heel hilarisch precies. Natuurlijk. Want je ziet precies wat er gebeurt. SMS'jes kunnen gestuurd worden. En tegelijkertijd moeten ze onder andere aan Katja Schuurman moet echt volledig los. Precies, ja. Ja, spannend zeg. Ja, en het publiek kan dan niet meedoen. Maar we hebben voorafgaand aan de voorstelling wel een masterclass. En daar kunnen wel alle mensen aan meedoen die het leuk vinden om iets te leren over improvisatietheater. Oké, dus je hebt het theaterstuk, zeg maar. Ja, of daarvoor heb je dus de voorstelling. En daarvoor heb je als het ware een soort... En moeten mensen zich daar speciaal voor aanmelden bij jullie? Ja. Kan dat via de website? Kan via de website. Er staat allemaal informatie over de masterclass van Nachtgasten. Oké, want op Focus TV kan het natuurlijk ook. Focus TV, daar kunt u de site natuurlijk van de Grootpoort ook direct vinden. Dus dat... Daarom, Hey, wat we gaan doen is het volgende. We gaan kijken naar een stukje van de theateragenda. Thank you.
Dit was de theateragenda voor de komende periode. Nou, uitdagende programma's genoeg en voorstellingen om te zien. En naast mij zit Eefje Ernst van de Gruitpoort, medewerkster van de Gruitpoort. En je hebt net al even wat verteld over je eerste programma. En nu het tweede programma, The Trouble Man. Ja. The Trouble Man, dat klinkt wat gedoe, hè? Ja, het klinkt wel eens gedoe, maar dat is zeker geen gedoe. Dat is een theatergroep die multicultureel theater neerzetten. En ze gaan 1 maart gaan ze een voorstelling neerzetten, Someday My Prince Will Come. Ja. En dat is een voorstelling wat gaat over een Turkse bruiloft. Ja. Dus dat is erg interessant. Dus er is een moslimmeisje die wacht op haar prins? Ja, zoiets. Ja. Zoiets? Ja, het is een moslimmeisje die... Het gaat over liefde? Ja, het gaat over liefde, zeker. Ja. Oké, okay. Maar het gaat dan over liefde binnen de Turkse gemeenschap? Ja, liefde en eigenlijk om het verschil tussen iemand die in Istanbul woont en een meisje die oorspronkelijk Turks is, maar in Zutphen is opgegroeid. Ja. En dat dan een Nederlands meisje met een Turkse man gaat trouwen en wat alle... Maar is er dan sprake van uithuwelijken? Of is er nee, het is geen sprake, juist nee, niet. Het juist is juist niet. Geen okay. sprake van uithuwelijken. Zij heeft er juist heel bewust voor gekozen om met een man uit Istanbul te gaan trouwen en daarop te gaan wonen. Prachtig, ja. Ja. En die verbinding, brengt dat culturele problemen met zich mee? Ja, het brengt wat culturele problemen met zich mee. Want het hele verhaal, de hele Turkse bruiloft, wordt verteld vanuit haar broer. Dus haar broer vertelt over hoe hij de ervaringen heeft gezien met haar zusje. Ja. Ik wil nu even een stukje zien. Ja, we gaan zeker. Even kijken naar een stukje van The Trouble Man. Ja, het is natuurlijk geweldig als je kijkt naar een stukje van de Trouble Man. Is dat zo'n broer daar invloed op heeft. Dat hij ook een emotie daarbij heeft. Ja. De muziek wat er omheen zit. Zeker. Ja. Maar vanuit de broer wordt als het ware de hele liefdesgeschiedenis, zal ik het zo maar even zeggen, bekeken en beoordeeld. Ja. En dat is wat mensen gaan zien. Dat is wat mensen gaan zien, want de acteur is ook tevens de regisseur. Okay. Ze ziet het eigenlijk uit de ogen van de regisseur en hoe hij het heeft ervaren. Dat zijn zusje als Zutphense gaat trouwen met een man in Istanbul en de keuze dan ook maakt om Nederland te verlaten. En heeft daar nogal wat moeite mee. Ja, want? Want hij heeft zoiets van, ze is hier opgegroeid, ze heeft hier een goed leven. Maar zij ziet het heel anders, want ze is net een sluierdragende vrouw. Okay. Die ervoor heeft gekozen om de Turkse cultuur na te streven. Okay. En hij maakt het eigenlijk allemaal mee. En hij vindt dat wel wat lastiger, want er gaan veel veranderingen gebeuren. Dus het is een hele mooie eigenlijk een mooi theaterstuk. Ja. Maar ook... Ook wel heel indringend. Heel indringend, inderdaad. Ja, zeker. En wat voor soort publiek verwacht jij hier? Ook, ik hoop heel erg multicultureel publiek, uiteraard. Ja. Iedereen is welkom. Maar het is ook, ik kan me ook voorstellen dat de Turkse mensen het heel erg leuk vinden om hier naartoe te gaan. Ja, kan ik me voorstellen. Een stukje herkenning. Ja. Maar het woord zegt het al, multicultureel, dus iedereen is welkom. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, zeker. Je ziet dus de schoonheid enerzijds van gewoon ook de verbinding van de liefde. Ja. En anderzijds zie je dus ook het effect wat het doet bij de familie. Ja, en wat het effect heeft hoe Turkse mensen in Nederland wonen en Turkse mensen in Istanbul wonen. Oh. Ja. Nou, Eefje, ontzettend leuk dat je hier wilde zijn. Je hebt twee prachtige programma's even verteld. Zeker de laatste lijkt natuurlijk erg interessant. Wat nog wel leuk is om over de laatste te zeggen, is voor alle mensen die naar ons toe willen komen bij de Gruitpoort. Hij is erg goed gerecenseerd door de Volkskrant, 4 sterren. Nou, dus het is zeker een uitdaging om er naartoe te gaan. Prima, dankjewel. Ja. Dit was Eefje Ernst van de Gruitpoort in Doetinchem. En dank voor het kijken naar de theateragenda en graag tot volgende week.